De kosmos. Een woord dat een hele lading dekt. Eigenlijk te groot om te bewonderen in 15 minuten. Daarom een handvol bevindingen. Resultaat van een paar duizend jaar omhoog kijken en van trachten te begrijpen wat het is wat we waarnemen, maar ook wat het betekent. Op zoek naar antwoorden op belangrijke levensvragen, zoals waar komen we vandaan? Zijn we alleen? En waarom zijn wij mensen hier? Dat omhoog kijken is overigens al niet helemaal waar meer. We sturen vandaag telescopen de ruimte in die om zich heen kijken, zoals de Hubble Space Telescope, gelanceerd op 24 april 1990, dus dat is al meer dan 30 jaar geleden. Veel spectaculaire beelden worden opgenomen met die Hubble Space Telescope. En dat zijn beelden die ons meer inzicht geven in de kosmos. Het Hubble Ultra Deep Field bijvoorbeeld is een opname van een klein deel van de hemel gemaakt met de Hubble Space Telescope. Het beeld beslaat slechts een tiende van de diameter van de volle maan, gezien vanaf de aarde, en ziet er zonder telescoop helemaal donker uit. Maar wanneer je inzoomt met een krachtige telescoop, zoals de Hubble, zie je meer dan 10.000 sterrenstelsels of melkwegen in alle vormen en kleuren. Nu, elk van die melkwegen bevat honderden miljarden sterren, zoals onze zon. De Hubble Space Telescope toont ons ook gigantische gas- en stofwolken in onze eigen melkweg. We noemen die de Pillars of Creation, of de zuilen van de schepping, duizenden keren groter dan ons eigen zonnestelsel. In de toppen van die Pillars of Creation worden nieuwe sterren geboren. En we zien botsende melkwegstelsels, een proces dat honderdduizenden jaren duurt en waarbij de sterren zelf niet botsen, tenzij ze pech hebben natuurlijk. Zeg nu zelf, is er meer nodig om ons over te verwonderen? We kijken niet alleen naar de kosmos, we sturen ook tuigen de ruimte in om ter plaatse onderzoek te doen. We lanceerden bijvoorbeeld een ruimtetuig naar een komeet en lieten dat daarop landen. Zoals het ruimtetuig Philae. Philae werd gelanceerd op 2 maart 2004 in de moedermodule Rosetta. Meer dan 10 jaar later, op 12 november 2014, landde het tuig na een reis van 6 miljard kilometer op de komeet 67P. Lieve mensen, 6 miljard kilometer. Dat is een heel eind. Maar wat is dat eigenlijk, zo'n komeet? Wel, precies door dit ongelooflijk staaltje vliegkunst in de ruimte weten we dat een komeet eigenlijk niks anders is dan een vuile sneeuwbal van ijs, gas en stof. Maar die sneeuwbal bestaat wel uit cruciale deeltjes die de basiselementen vormen van het leven. Deeltjes zoals koolstof, zuurstof, waterstof, stikstof. Dus wij mensen kunnen uit komeetgruis meer leren over het leven. Al bij al een sterk staaltje technologisch kunnen om een klein stukje van de kosmos van nabij te zien. En recent, na een onderbreking van 44 jaar, stuurden we, ik bedoel de Chinezen, op 24 november 2020 een ruimtetuig naar de maan om stenen te verzamelen. De Chang'e 5 landde op 1 december 2020, verzamelde een paar kilogram maansteen, steeg op en keerde ermee terug om op 16 december weer op aarde te landen. Dat is toch fantastisch? Maar laat ons de blik eens verder naar buiten richten. We hebben sinds de jaren 20 van de vorige eeuw ontzettend veel geleerd over de kosmos. We weten nu dat de zon maar een gewone ster is, zoals er honderden miljarden bij elkaar zitten in het sterrenstelsel dat wij Melkweg noemen. Op een heldere en donkere zomeravond zien we een van de spiraalarmen van onze Melkweg als een lichtende band aan de hemel. In onze Melkweg, ons eiland van sterren, bevinden wij ons in de buitenwijken. We kunnen onze Melkweg niet van buitenuit bekijken. De afstanden zijn veel te groot, maar we kunnen op basis van wat we van hieruit meten vergelijken met andere melkwegstelsels die we kunnen zien. En we weten ook dat het melkwegstelsel waarin wij zitten, de Melkweg, er slechts één is van honderden miljarden in het zichtbare heelal.
Deze stelsels herbergen in hun pracht en praal allemaal zelf honderden miljarden sterren, zoals de zon, maar ook grotere en kleinere sterren. Er is een heel grote variëteit aan die prachtige sterrenstelsels die wij astronomen helaas nogal droge namen hebben gegeven, zoals NGC 4921, M51 met buurman NGC 5195 en M104, of iets concreter, het Sombrero-stelsel. Geef toe, alleen al er naar kijken en bedenken hoeveel er zijn, hoeveel sterren ze bevatten en hoe ver van ons weg deze zich bevinden, dat is toch verwonderlijk. Maar even verwonderlijk is dat we dat allemaal kunnen observeren, meten en de samenhang verklaren. En kijken we verder naar de inhoud van een sterrenstelsel, dan treffen we een exotische sprookjestuin aan van objecten. Naast veel stof en gas, heel veel sterren zoals de zon, maar ook rode reuzen, witte dwergen en nog vreemdere objecten zoals neutronensterren en zwarte gaten. Zwarte gaten werden voorspeld op basis van de relativiteitstheorie van Einstein en hun bestaan als sterrest of als gigantische kern van een sterrenstelsel werd ondertussen door waarnemingen aangetoond. Eindelijk, in 2016, werd ook de laatste voorspelling van Einsteins theorie gemeten, namelijk dat grote bewegende massa's de ruimtetijd verstoren en dat deze storingen zich als gravitatiegolven door de ruimtetijd verplaatsen. Om een storing te maken die voldoende groot is om op aarde te kunnen worden waargenomen, heb je geweldige kosmische processen nodig. Zo komen belangrijke storingen voor door het samensmelten van een koppel neutronensterren of door de botsing van twee zwarte gaten. Op 14 september 2015 was het zover. Twee supergevoelige detectoren, LIGO genoemd, maten op 3000 kilometer van elkaar een piepkleine verstoring van de lokale ruimtetijd als resultaat van een botsing tussen twee zwarte gaten zo'n 1,3 miljard lichtjaar ver. Het ene zwarte gat was 30,5 zonsmassa's zwaar, het andere 25,3 zonsmassa's. Toen ze samen smolten, ontstond één nieuw zwart gat van 53,2 zonsmassa's. Nu, de snelle rekenaars onder jullie hebben al vastgesteld dat hierbij wat massa is verloren gegaan. En inderdaad, in minder dan 1 seconde werd maar liefst 2,6 zonsmassa's in de vorm van zwaartekrachtsgolven uitgestraald. De botsing vond dus 1,3 miljard jaar geleden plaats en veroorzaakte een grote storing van de ruimtetijd die hier op aarde werd gemeten als een kleine storing van ongeveer een tienduizendste van de diameter van een proton. Een voorspelling die uitkomt van een theorie die 100 jaar eerder door een geniaal mens werd ontwikkeld. Dat is toch fantastisch? Nu, deze mens was wel een bijzondere mens, een mens die het belangrijk vond om goed doordachte vragen te stellen. En ook een mens die zo doordrongen was van de verwondering over de kosmos, dat hij zei dat verbeelding belangrijker is dan kennis. Want onze kennis is sowieso begrensd. En wat we waarnemen, tart soms alle verbeelding. Het instrument waarmee deze zwaartekrachtsgolven werden gemeten, is echt een hoogtechnisch staaltje ingenieurskunde. De gigantische laser LIGO bestaat uit twee identieke supergevoelige detectoren in de Amerikaanse staten Louisiana en Washington. Ze pikken heel kleine bewegingen op in de ruimtetijd die veroorzaakt worden door de gravitatiegolven die de aarde bereiken. Wat wij, kleine maar slimme mensen, meten, is een kleine storing in het interagerende licht van twee lasers waarvan de lichtstralen in twee loodrecht op elkaar staande luchtledige buizen van 4 kilometer lang continu op en neer razen. Met een tweede, identiek instrument op 3000 kilometer verderop dat hetzelfde doet. Stel je eens voor, de mens construeert twee gigantische L-vormige pijpconstructies, meet daarmee een lichtstoringje veel kleiner dan een proton
en leidt daaruit af dat er 1,3 miljard jaar geleden, ver weg in het heelal, twee zwarte gaten, twee kosmische monsters, op elkaar zijn geknald. Meer nog, we hebben ook een goed idee van hoe zwaar die zwarte gaten waren en hoe dat hele proces is verlopen. Straf toch? Nu, dankzij ons hardnekkig en hartstochtelijk waarnemen en interpreteren, hebben we intussen ook een goed model van de samenstelling van ons heelal, de grootte en de evolutie ervan, van kort na het ontstaan tot vandaag de dag, en zelfs een projectie in de verre toekomst van ons universum. Ook weten we dat onze Melkweg en het Andromeda-stelsel, een stelsel dat we net met het blote oog als een klein wazig vlekje aan een donkere sterrenhemel kunnen ontwaren, dat die twee stelsels met een duizelingwekkende snelheid op elkaar afstevenen en dat het over een aantal miljarden jaren tot een quasi-botsing zal komen. Maar, zoals eerder vermeld, hoeft dat niet per se dramatisch te worden voor onze zon en voor haar omgeving, omdat de sterren in de buitenwijken van zo'n sterrenstelsel toch nog erg ver uit elkaar liggen. De vraag of we alleen zijn in onze kosmos, proberen wij mensen en wij astronomen via onze waarnemingen te beantwoorden. Zouden er rond andere sterren ook planeten of manen draaien waarop zich leven zou kunnen ontwikkelen? In de afgelopen 25 jaar hebben we ontdekt dat naast onze zon heel veel andere sterren ook planeten hebben. En we noemen deze exoplaneten. Vandaag de dag kennen we al meer dan 4000 bevestigde exoplaneten en op een fractie daarvan zijn de omstandigheden te vergelijken met deze van op aarde. Hierdoor komt het onderzoek naar het leven buiten ons zonnestelsel opnieuw in de belangstelling. In de komende jaren en decennia zullen we een heel aantal exoplaneten in detail gaan onderzoeken met slimme technieken om meer te weten te komen over de mogelijkheid van leven daar. Want zeg nu zelf, wat als zou blijken dat leven in de kosmos geen uniek aardsverschijnsel is en misschien zelfs veelvuldig voorkomt? Wat ik persoonlijk nog het mooiste vind aan het beschouwen van de kosmos is het besef dat we die doen van op ons eigen ruimteschip. Onze prachtige thuishaven, de aarde. En dat we allemaal, ongeacht onze herkomst of omstandigheden, opkijken naar dezelfde sterrenhemel, onze kosmische omgeving. De hemel intrigeert elke cultuur op aarde. En elke cultuur vertaalt onze gemeenschappelijke verwondering over de kosmos in mythen en verhalen. Pale Blue Dot, of in het Nederlands lichtblauwe stip, verwijst naar een foto genomen in 1990 door de ruimtesonde Voyager 1 van de aarde op een recordafstand van 6 miljard kilometer. De foto toont aan hoe klein onze aarde is tegenover de uitgestrektheid van het heelal. Op het onooglijke kleine stipje dat wij aarde noemen, waarop wij alle leven, werken elke dag duizenden sterrenkundigen samen om te begrijpen wat er rond dat stipje zit en wat onze aanwezigheid in dat grotere geheel kan betekenen. Wetenschappelijke ontdekkingen worden gerealiseerd via samenwerkingen door wetenschappers uit alle hoeken van de wereld, ongeacht kleur, gender of politieke achtergrond. Zoals de Amerikaanse astronoom Carl Sagan het zo mooi verwoordde, dit verre beeld van onze kleine wereld onderstreept onze verantwoordelijkheid om vriendelijker met elkaar om te gaan. En de Pale Blue Dot, onze eigen lichtblauwe stip, de enige thuis die we ooit gekend hebben, te behouden en te koesteren. Want dat wij hier, na miljarden jaren evolutie, als mensen, te midden van miljoenen andere soorten levende wezens, mogen vertoeven, is misschien nog het wonderlijkste van alles.